Begin volgende maand kunnen artsen 2 maal gaan stemmen. 1 keer voor het federale parlement en 1 keer voor de vertegenwoordiging van de artsen bij de overheid. Vandaag staan we stil bij de federale verkiezingen en kijken we naar de politieke ambities die de N-VA koestert wanneer het gaat om de volksgezondheid. Louis Ide, hoe evalueert N-VA 3 jaar federaal werk als het gaat over volksgezondheid? De status quo. Voor ons is er niets essentieels veranderd. Het beleid ging voornamelijk over de artificiële groei om 4,5%, al dan niet, die eigenlijk een lege doos is. Want als je dan ziet dat aan de ene kant er bespaard wordt in de klinische biologie en de radiologie voor 100 miljoen euro, maar er vlotjes 150 miljoen euro uitgetrokken wordt voor een hadroncentrum die eigenlijk nog niets bewezen heeft, dan is dat voor ons eigenlijk een vaststelling van eigenlijk is er essentieel niets veranderd, er zijn geen fundamentele keuzes gemaakt. Als u naar uw eigen programma kijkt en u moet een aantal prioriteiten uitkiezen, wat zou u dan ervoor schuiven? Goh, ik zou eigenlijk ervoor pleiten om het met een boutade te zeggen dat zorgverstrekkers terug naar hun kerntaak kunnen. En dat zegt alles. Dat wil zeggen dat de huisarts die 10 uur per week bezig is met administratie, dat hij daarvan ontgeven wordt dat hij weer bezig kan zijn met zijn kerntaak, de patiënt. Dat geldt ook voor de verpleegkundigen. Als 800 verpleegkundigen in de Vlaamse ziekenhuizen bezig zijn met registratie en administratie, dat zijn 800 verpleegkundigen die niet op de werkvloer aanwezig zijn bij de patiënt. Dus voor ons is het zaak, ook voor de apotheker, ik kan eigenlijk zo doorgaan, dat hij gevaloriseerd wordt als zorgverstrekker in de nulde lijn. Dus eigenlijk is het fundamenteel voor ons dat zorgverstrekkers weer naar een kerntaak kunnen gaan, waarbij we de discussie over de organisatie van de gezondheidszorg niet uit de weg willen gaan natuurlijk. Ja. Een van de elementen die nog weinig aan bod komt is de vergrijzing. Ja. Alhoewel dat die er natuurlijk nog altijd is en dat die toch zal zijn invloed hebben, zeker ook op volksgezondheid. De komende jaren slaat dat enorm hard toe en met verbijstering stel ik vast dat daar eigenlijk niks mee gebeurt. Er worden geen fundamentele keuzes gemaakt. De komende jaren komen er enkele tienduizenden ouderen bij, dus 80-plussers. En men maakt niet de keuzes die men moet maken. Moeten wij bejaardeninstellingen gaan bouwen? Moeten wij nog meer inzetten op thuiszorg en thuisverpleging? Dat is echt een probleem en die keuzes moeten nu gemaakt worden. Alleen stel ik vast dat Vlaanderen niet genoeg bevoegdheden heeft om dat in zijn eentje te doen. De federale regering heeft die bevoegdheden voor een groot stuk nog altijd. En door die verkaveling van bevoegdheden gebeurt er niets. We hebben een bankencrisis gekend, die gaat over in een landencrisis. Die dreigt over te gaan in een vergrijzingscrisis. Iedereen moet besparen. België moet, als we de Hoge Raad voor Financiën mogen geloven, 3 miljard per jaar besparen tot 2015. De groeinorm 4,5% kost 1,5 miljard euro per jaar. Is die groeinorm nog hanteerbaar in de toekomst? Nee, en die is ook louter een fetish. Ik vergelijk het een beetje met het Zilverfonds, waar tobak ook van toegaf achteraf op een televisieprogramma dat het eigenlijk een lege doos was. Je moet een goed begrotingsbeleid voeren en dat komt dan ook de gezondheidszorg te goed. Met adequate cijfers en weten wat je gaat uitgeven. Ik ben niet bang voor besparingen op thema's zoals hadroncentra. En ook moet men eens toch gaan nadenken als men een organisatie als de European Oriental Medicine organisatie gaat herkennen, waarmee wil men daar naartoe? Gaat men gaan investeren in niet-evidence-based medicine? Men kan volgens mij, zonder dat de patiënt dat echt moet voelen, toch een aantal maatregelen nemen en zo een steentje bijdragen tot de totale begroting.